Het rapport e-overheid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd gepresenteerd op 15 maart 2011. De titel van het rapport is e-overheid, informatieoverheid. En met het gebruik van die titel wil de WER laten zien dat de discussie niet langer heeft te gaan over e-overheid, elektronische overheid, losse applicaties zoals het elektronisch patiëntdossier, de biometrie op het paspoort, de OV-chipkaart of al die camera's die boven de weg hangen. Nee, wat er in feite daarmee wordt gerealiseerd is een informatienetwerk, informatiestromen op de achtergrond van al die applicaties. Het gaat dus kortom niet langer over technologie als zodanig, het gaat over informatie. Dat is wat de WER met de titel van het rapport en met de essentie van het rapport wil zeggen. En wat betekent dat? Dat betekent dat we alert moeten zijn op de kwaliteit van informatie. Dat we alert moeten zijn op wat het betekent om informatie in netwerken te delen, samen te stellen, te verrijken. Wat het betekent voor kwaliteit, wat het betekent voor op enig moment ook eens een keer kunnen vergeten, weggooien van gegevens. En wat we ook zien en wat we met het rapport willen zeggen is, je ziet dat door die informatiestromen schotten verdwijnen, grenzen vervloeien. Bijvoorbeeld de grenzen tussen privaat en publieke sector, maar ook de grenzen tussen traditionele beleidsdomeinen als dienstverlening, zorg, handhaving. Ineens blijkt dat informatie die verzameld is oorspronkelijk binnen dienstverlening, vervolgens opduikt in het kader van de handhaving. Uiteindelijk betekent informatiestromen iets. De belangrijkste aanbeveling van dit rapport is dat er een besef moet komen van wat de e-overheid is bij politiek en bestuur. Dus de e-overheid is in de praktijk ontstaan, hij is niet ontworpen, maar het besef daarvan is erg belangrijk. Het moet eigenlijk boven de tafel komen. Politiek moet daarmee aan de gang. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Wat je nodig hebt om zo'n besef te laten landen, zijn een aantal instituties. Je hebt aanjagers nodig die dat besef van de e-overheid vorm kunnen geven. Er is in de huidige omstandigheid, er is geen minister die over de e-overheid gaat, er is geen Kamercommissie die erover gaat. Dus je hebt instituties nodig. Die instituties moeten bepaalde belangrijke functies gaan waarborgen. De belangrijkste daarvan is de strategische functie. En daartoe stelt de WRR voor om daar een commissie voor de e-overheid in te stellen. Die commissie moet eigenlijk heel breed rapporteren aan de overheid. Die moet kijken naar de ontwikkelingen van digitalisering bij de overheid. Die moet kijken naar de lokale ontwikkelingen, naar de nationale ontwikkelingen, naar de internationale ontwikkelingen. En met name inzoomen op de samenhang tussen die dingen. Daarover moet gerapporteerd worden aan de Eerste Kamer en aan de Tweede Kamer. Omdat dat uiteindelijk de instituties zijn die daar het meeste mee kunnen doen. Een ander belangrijk punt is dat je ziet dat veel burgers, bedrijven in de problemen komen binnen die informatiekluwen van de overheid. En dat daar eigenlijk geen goede oplossingen voor zijn. Om dat te adresseren stelt de WRR voor, stel een e-autoriteit, een informatieautoriteit in, die problemen waar die burgers tegenaan lopen op kunnen nemen en kunnen proberen op te lossen in de netwerken van de overheid. Heel belangrijke functie die nu eigenlijk blijft liggen. En waarvan wij zeggen van nou, stel daar een e-autoriteit voor in en zorg dat die ook doorzettingsmacht heeft, dat die bevoegdheden heeft, zoals andere belangrijke toezichthouders die ook hebben. Natuurlijk gaan de ontwikkelingen door. Een halt toeroepen aan de e-overheid is geen optie. Al is het maar omdat de samenleving verlangt van de overheid dat informatisering wordt ingezet. Wat de WER met dit rapport beoogt is dat de discussie boven tafel komt. De discussie over de I, informatie en wat we met die informatie binnen de overheid zoal realiseren. En de kwaliteit van die informatie. Kortom, de WER beoogt met dit rapport de handschoen te reiken voor een volwassen debat over de toekomst van de informatieoverheid.